Goedemorgen, broeders en zusters. Nogmaals, goedemorgen. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan zou ik graag met u Galaten hoofdstuk 3 willen opslaan. En terwijl u het wellicht opslaat, dan wil ik nog even een kleine context geven waar we eigenlijk zijn in het boek Galaten. Zoals u weet gaan we het hele boek Galaten door, vers voor vers. Maar voor misschien de mensen die nieuw zijn of niet zo vaak komen, is het goed om even te begrijpen waar dit boek over gaat. En dat zou ik graag even willen uitleggen. Want de Galaten zijn krachtig door het woord van Paulus, de prediking van Paulus, tot bekering gekomen. Paulus is tot geloof gekomen en is uiteindelijk zendingsreizen gaan maken. En waar hij mensen tegenkwam, vertelde hij over het evangelie. En zo ook bij de Galaten. Mensen die waarschijnlijk in Zuidoost-Turkije leefden. Waar wij als vakantiegangers nu naar de Turkse Riviera gaan, daar begint eigenlijk de zendingsreis van Paulus en dan gaat hij zo door naar Noord-Turkije. Maar de Galaten zijn dus krachtig tot geloof gekomen, maar nu Paulus een aantal jaren uit die gemeente door is getrokken om andere gemeentes te stichten, zijn er een paar Joodse superapostelen bij de Galaten binnengeslopen. En die Joodse superapostelen die zeggen eigenlijk tegen de Galaten, ja, jongens, Jezus is wel de Messias. Maar tegelijkertijd moet je ook aan de wet houden. Want als je je niet aan de Joodse wet houdt, dan ben je eigenlijk geen christen. En om je aan die Joodse wet te houden, om werkelijk bij het volk van God te horen, zou je moeten beginnen met de besnijdenis. Ja, bij de mannen, hè? Dat betekent dat de voorhuid van het geslachtsdeel van de man afgesneden wordt. Zodat die man eigenlijk dan, zoals het vroeger ging bij het Joodse volk, behoorde. En als je dat dan doet, dan kom je in het echte verbond. Dan behoor je echt tot het volk van God. En dan ben je een echte christen. Maar wat deze zogenaamde superapostelen doen, is ze mengen de genade met de wet. Ze mengen het verbond van Abraham met het verbond van Mozes. Maar als je het evangelie gaat mengen met de wet, dan is dat te vergelijken met een dodelijke cocktail. Nou, ik heb een broeder, een vriend, Arjan van Gent, en die werkt op de spoedeisende hulp, en als hij in het weekend diensten heeft, dan gebeurt het altijd dat er een paar jongeren binnenkomen die een verkeerde cocktail hebben gedronken. En dan moet hun maag leeggepompt worden. Want als hun maag niet leeggepompt wordt, dan gaan ze dood. En dat is eigenlijk precies met de Galaten aan de hand. Dat mengsel, dat cocktail, dat zit zo diep binnen in de Galaten, dat als ze die cocktail van die mengsel van de wet en de genade niet uitbraken, dan zijn ze verloren. Dan zijn ze verdoemd. Dan zijn ze anathema. Dan zijn ze eigenlijk veroordeeld om voor eens en voor altijd in de hel terecht te komen. En dan komen we uiteindelijk bij hoofdstuk 1 en 2, als we dat hebben gehad, waar Paulus eigenlijk ook echt aangeeft dat hij de apostel is. Hij is degene naar wie ze moeten luisteren. Hij heeft direct
het apostelschap van Christus ontvangen. Hij is niet langs verschillende wegen gegaan. Hij heeft geen bijbelstudie gehad van de apostelen. Hij heeft niet een theologische opleiding gehad van 5 jaar systematische theologie. Nee, hij heeft het direct van Christus ontvangen en geeft datzelfde evangelie nu door aan overal waar hij komt. Hoofdstuk 1 en 2. En dan komen we bij Galaten hoofdstuk 3. En dan lezen we in de versen 1 tot 5 dat de Galaten echt bij God hoorden, omdat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En in Galaten 6 tot en met 9 lezen we ook dat de kinderen van Abraham, dat je een kind van Abraham kan worden door het geloof in Jezus Christus. Dus een ieder die gelooft in Jezus Christus heeft de zegening of de zegening van Abraham ontvangen. En degene die proberen door besnijdenis en het volgen van de wet recht voor God te staan, die zijn vervloekt. Terwijl zij die hun vertrouwen stellen in Jezus Christus en zijn dood aan het kruis de zegen van Abraham ontvangen en daardoor ook de belofte van de Heilige Geest. De versen 10 tot en met 14. Een hele snelle overview van datgene wat we nu hebben gehad. En vorige week hebben we met elkaar nagedacht over dat het verbond van Abraham boven het verbond van Mozes staat. Het verbond van Mozes moet als het ware buigen voor het verbond van Abraham. En deze twee verbonden, die kunnen in principe niet samen in een huis wonen. Ja, ze zijn alle twee belangrijk, maar ze zijn als het ware als water en vuur. Ze kunnen niet bij elkaar. Ze zijn niet te mengen. Het verbond van Abraham staat boven het verbond van Mozes, omdat het er ook gewoon eerder was. En om de Bijbel te begrijpen, dan moeten we eigenlijk echt begrijpen wat het verbond van Abraham is. Want als u het verbond, en dat leren we niet vaak, vooral als je uit de evangelische hoek komt, je leert niet verbonden, dat leren we niet echt. We leren andere dingen die ook belangrijk zijn, maar als het om verbonden gaat, dan is het goed om het nog één keer de revue te laten passeren. Want als we lezen over het verbond van Abraham, dan begint dat eigenlijk in Genesis 12, waar Abraham op reis gaat, zijn land achterlaat, hij weet niet waar hij naartoe gaat en God zegt, trek met mij mee, ga met mij mee, ik ga je naar een plek brengen. En je zult een land erven. Genesis 12. En je zult ook een vader zijn van vele volkeren. Nou, maar vele jaren later, als Abraham wat avonturen heeft beleefd, dan komt God weer naar hem toe en die vertelt hem diezelfde belofte. Abraham, je zal een vader worden van vele volkeren. En dan zegt Abraham, ja, maar hoe dan? Ik heb geen kinderen. Als ik nu sterf, dan zal Eliezer, mijn trouwe dienstknecht, alles erven wat ik heb. En God zegt, nee. Jij wordt een vader van vele volken. En Abraham trekt dan de stoute schoenen aan en zegt, ja, maar bewijs dat dan. Bewijs dat dan. Laat mij zien dat u mij echt kinderen gaat geven. Laat mij dat zien. En dan zegt God, weet je wat Abraham, lees het maar na, Genesis 15. Weet je wat Abraham, wij gaan een verbond snijden. Wij gaan ervoor zorgen dat we een ram, een lam en een koe en nog wat duifjes bij elkaar halen. We slachten ze en we kappen ze door midden en we zorgen ervoor dat ze precies tegenover elkaar komen te staan. En er ontstaat dan een ruimte waar een pad tussen is. En de bedoeling van een verbond snijden, dat was dat het
liet zien dat die dieren eigenlijk bij elkaar hoorden, zoals de mensen, of de God en de mens in dit geval, die een verbond maken, bij elkaar horen. Ze zijn één. En ze behoren zich aan de afspraken te houden. En als men zich niet aan de afspraak houdt, dan zal het gebeuren dat ze precies hetzelfde zullen zijn als deze dieren die in stukken zijn gehakt. Je moet je aan de afspraak houden. En dan gaat Abraham, die hakt die dieren in stukken, die maakt een mooi pad, die wacht op God. En dan valt Abraham in een diepe slaap. Een overweldigende duisternis staat er. Die overvalt Abraham. En als Abraham dan waarschijnlijk vlakbij het verbond ligt en het bijna donker is, het is schemerig, dan komt God. En God komt als een vuurkolom. Dat zien we later ook, hè? In het boek Exodus. Waar God ons de leiding geeft. God de Israëlieten de leiding geeft. Hoe ze moeten lopen om uiteindelijk van die farao af te komen. En dan is God daar als een vuurkolom. En hij gaat niet samen met Abraham er doorheen, maar hij gaat alleen door die vuurkolom. En wat dit betekent, mijn broeders en zusters, ik hoop, u kunt die hele preek vergeten als u dit maar onthoudt. Omdat God in een vuurkolom alleen door het verbond gaat, betekent dat hij niet alleen maar De straf op zich neemt als hij zichzelf niet aan de afspraak houdt. Maar hij neemt ook de straf op zich als Abraham zich niet aan de afspraak houdt. En wat zien we? Eén hoofdstuk later gaat Abraham al de fout in doordat hij niet gelooft dat Sarah zwanger kan raken. En hij gaat met Hagar. Ongeloof. En we zien verder in het hoofdstuk dat hij liegt dat Sarah niet zijn vrouw is. Ongeloof. We zien verder in het hoofdstuk, als hij Isaac moet gaan offeren, dat Abraham wel weet wat het verbond betekent. Abraham heeft niet zomaar gezegd, God gaat in een lam voorzien. Abraham wist heel duidelijk en heel sterk dat God nooit zijn zoon kon afnemen, omdat hij niet zelf door het verbond is gegaan. God moet het verbond, de afspraak die Abraham met God heeft, als Abraham zich niet aan die belofte houdt, zelf op zich nemen. Hij moet die straf zelf op zich nemen. En het verbond van Abraham, die gaat 2000 jaar verder en die wordt vervuld in de Heer Jezus Christus. Dus als jij een kind van Abraham bent, dan betekent dat jij nooit en te nimmer in de schuld bij God komt staan. Dat is het verbond met Abraham. Dat betekent dat je niets meer hoeft te doen, want het verbond van Abraham is eenzijdig, noemt men dat. Je hoeft niets ervoor te doen. Je hoeft alleen te geloven. Zoals Abraham geloofde dat God hem een kind zou geven en dat hij een vader van vele volkeren zou zijn. Zo mag je geloven dat de belofte van Abraham uiteindelijk vervuld wordt in Jezus Christus. Degene die de straf op zich heeft genomen namens God, zodat wij voor eens en voor altijd geen schuld meer hebben. Dat we rechtvaardig voor God kunnen staan. Hoe? Kan je het voorstellen als je voor een grote en ontzagwekkende God staat, dat je hem recht in de ogen kan aankijken en onschuldig in de ogen kan aankijken, omdat je weet dat Christus die zonde voor jou heeft betaald? Als we het verbond van Abraham kennen, mijn lieve vrienden, dan begrijpen we dat de wet moet buigen voor dat verbond. Waarom? De wet is dubbelzijdig. De wet zegt, jij moet ook wat doen. Ja, maar
De vraag die we dan krijgen is, ja, maar waarom wordt de wet dan gegeven? Want waarom hebben wij dan de wet nodig? Het is toch helemaal niet nodig? We hebben al het verbond van Abraham. Nou, daar gaat dit Bijbelgedeelte over. En de titel van deze preek is dan ook, de mens door de wet ontmaskerd. De mens door de wet ontmaskerd. Laten we samen lezen. Galaten 3, vers 19 tot en met 25. Waartoe dient de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet ons leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Tot zover. Dus de vraag die we hebben is, als dat verbond van Abraham zo geweldig mooi is, als wij niets hoeven te doen in dat verbond, als wij alleen maar hoeven te geloven dat God het voor ons doet, dat God door die, als een vuurkolom door dat verbond is gelopen en de straf die wij ook verdienen, omdat wij toch ongehoorzaam zijn in dat verbond, ook zelf op zich heeft genomen. Waarom dan de wet? Dat zegt Paulus hier, hè? Lees maar. Waartoe dient dan de wet? Waartoe dient dan de wet? En het antwoord, dat geeft onze tekst ook. Het is eraan toegevoegd omwille van de zonde. God heeft de wet gegeven om ons te laten inzien hoe verschrikkelijk zondig wij zijn en hoe erg het met ons gesteld is. De wet ontmaskert de mens. De wet is als een spinnenweb die iedereen die zich maar aan de wet wil houden vastplakt en door de macht van de zonde overgeleverd wordt om gedood te worden. Dat doet de wet. Vers 10 van hetzelfde hoofdstuk heeft het al aangegeven, als je probeert om je aan de wet te houden en denkt dat je daardoor God als onschuldig gerecht in de ogen kan aankijken op de dag van het oordeel, heb je het mis. Als je aan de wet probeert te houden, ben je vervloekt. Want het is onmogelijk voor een mens om zich aan alle wetten te houden. Het zijn de 613, volgens mij. En dat gaat gewoon niet. Dat lukt je niet. Dat lukt niemand. Maar als we zeggen dat de wet gegeven is om de overtredingen, dan kunnen we daar direct bij zeggen dat de wet ook is gegeven om ons nog beter te laten zien wat zonde is. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 10, hè, ik zou ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. De wet is als een tralies voor een leeuw. Het kan de leeuw voorkomen om het lammetje op te eten, maar het kan niet voorkomen dat de leeuw het lammetje wil opeten. De wet helpt jou niet om te veranderen. De wet geeft jou alleen maar de mogelijkheid, laat alleen maar zien hoe slecht jij bent. Maar het kan jou niet helpen om te doen wat goed is. Het zijn de zondes. De wet is gegeven om te laten zien hoe zondig we zijn. Maar ook om te laten zien wat zonde nu precies is. Als een ongelovige de wet hoort en ziet,
hoe erg we als mensheid tekortschieten, zien we dat we onder de macht van de zonde zijn. Misschien zit u hier en u kent Christus nog niet. En je weet van jezelf dat je steeds iets doet wat niet klopt. Je weet het. Het staat zelfs ook in de Bijbel geschreven. Iemand heeft het zelfs tegen je gezegd. Je weet dat je niet kan doen wat niet klopt, maar toch blijf je het doen. Je bent onder de macht van de zonde, mijn lieve vriend. Je bent onder de macht van de zonde. Je mag niet in de gevangenis van die zonde blijven. Je moet bevrijd worden. En de wet laat ons zien dat wij gevangen zijn. De wet laat ons zien dat wij niets anders kunnen doen dan zondigen. Maar de wet helpt niet. De wet helpt niet. Het zijn de zondes die God verbiedt, die we juist wel doen en er ook niet vanaf kunnen komen. Het is alsof ons hart altijd rusteloos is. Als we niet drinken, dan roken we. Als we niet roken, dan roddelen we. Als we niet roddelen, dan willen we iets wat van een ander is. Zoals een vrouw of een man of kinderen of geld of status, noem maar op. We gaan van de ene naar het andere. Het is alsof we iedere keer een sleutel passen op ons hart om maar rust te vinden. Maar geen enkele sleutel van de zonde helpt. Je bent even bezig, maar het is net als een druk. Het gaat even goed. Je hebt even plezier, maar daarna voel je je leeg. Zoals Augustinus ook heeft gezegd, hè? Het hart van de mens is rusteloos totdat het zijn rust vindt in God. Maar als je eenmaal zondigt, dan merk je dat de zonde je geen rust geeft. Elke sleutel die je toepast om rust te krijgen is niet de juiste sleutel voor rust. Als we als mensen wisten hoe slecht we zijn en hoe diep we gevallen zijn, dan liepen we de hele dag met onze ziel onder onze arm. Wist je dat? Als je echt weet hoe verschrikkelijk het gesteld is met ons als mensen, dan zouden we niet meer met een opgeheven hoofd willen lopen. Het is zo erg dat we als mensen op de een of andere manier denken dat het wel goed met ons gaat, omdat we niet zo slecht zijn. Maar een mens is vanaf zijn geboorte al slecht. Je hoeft een kind maar een paar maanden te observeren en we zien dat het kind manipuleert. We zien dat het kind stiekem gedrag vertoont. En dat is geen aangeleerd gedrag. Dat heeft dat kind van zichzelf. Dat heeft dat kind van nature. Iemand heeft zelfs een keer gezegd, hè, dat als je een kind, zo een baby, misschien 6, 7 maanden, als je die wiegt in je handen en die baby ziet een blinkend mooi kettingje, hè, en die baby wil het pakken en je haalt steeds die hand weg. Dat als die baby net zo oud was als ons, met dezelfde kracht, dan zou die baby in staat zijn om ons te vermoorden om alleen die ketting te krijgen. Het is verschrikkelijk. Kinderen zijn van nature slecht. En de enige reden dat we kinderen echt leuk vinden is eigenlijk omdat ze zo schattig eruit zien. Maar van binnen schuilt er bij een kind net zo een roofzuchtig monster als bij volwassenen. Slechtheid wordt kinderen niet aangeleerd. Slechtheid zit van nature in de mens. En we horen vaak, die persoon heeft zijn hart op de goede plek. Maar het probleem is dat we onszelf altijd vergelijken met iemand die minder lijkt dan ons. Hij is een dief en ik niet. Hij vloekt en ik niet. Hij roddelt en ik niet. Of zij is een slechte moeder of vader en ik niet. Wij kunnen in deze wereld altijd iemand vinden waarvan we denken dat we het beter doen dan de ander. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde
als de fariseer in Lucas 18. Toch? Ik. Kijk naar mij. Kijk naar hem. Maar die arme tollenaar die stond daar en zei, wees mij zondaar genadig. Wie ging nou rechtvaardig heen? Vraagt de Heer Jezus Christus. Wees mij zondaar genadig. Maar een eerlijke vergelijking is als we onszelf iedere keer vergelijken met de Heer Jezus Christus. We worden dan net als de tollenaar die op zijn borst sloeg. De wet is gegeven om ons onszelf te laten zien. Het is een spiegel die onze ware aard laat zien. En op het moment dat we door de wet echt gaan zien wie wij zijn, kunnen we maar één ding doen en dat is schreeuwen om een verlosser. Help! Ik ben verdoemd. Ik ben slecht. Ik kan niets anders dan slecht doen. Ik heb hulp nodig. Mijn hart moet veranderd worden om te doen wat ik moet doen. En dat ik er ook nog blij van ben ook. Want dat is het probleem, hè? De meeste mensen, die doen goed. Die houden zich aan de regels. Maar dat betekent niet dat ze ook goed zijn, hoor. De enige reden waarom de mens zich aan regels houdt, is omdat het geen straf wil. Jonge mensen, waarom ga jij vandaag misschien nog even je huiswerk maken voor morgen? Omdat je weet dat als je leraar je snapt, dat je straf krijgt. Je maakt geen huiswerk omdat je het zo leuk vindt om de Heer te aanbidden, omdat je huiswerk kan maken. Je maakt vaak huiswerk omdat je geen straf krijgt. Waarom ruim je je kamer op als je moeder dat zegt? Je wil geen straf. Het gaat niet vanzelf. Je hart is slecht. Je doet het eigenlijk alleen maar omdat je die regel hebt dat je straf krijgt als je het niet doet. Maar dat geldt ook voor door rood rijden. Dat geldt ook voor geen gordel aandoen of wel een gordel aandoen. We doen het omdat als de politie ons ziet, hebben we een probleem. We rijden door rood. We rijden niet door rood omdat we weten dat we een boete krijgen. Maar stel je nou eens voor dat we al die regels wegdoen. Zou je dan nog steeds wachten op groen? Zou je dan nog steeds over het zebrapad lopen? Zou je dan nog steeds je gordel aandoen? Zou je dan nog steeds je huiswerk maken? Zou je dan nog steeds je kamer opruimen? Nee. Nee. En daarom is de wet gegeven om de zonde te vermeerderen. Om ons te laten zien hoe slecht wij zijn. En aan de andere kant ervoor te zorgen dat wij, ja, it restrains our heart. Het zorgt ervoor dat we minder zondigen dan dat we eigenlijk zouden willen. Iemand heeft iets moois hierover gezegd, hè? Misschien kom ik daar straks op. Kijk, het probleem van de mens is dat iedere keer wanneer een mens zondigt, worden de scherpe randen van het geweten afgestompt. Een kind bijvoorbeeld, die eerst stiekem rookt, die stiekem ergens achter een hekje een sigaretje rookt, hè, stiekem. Na 2 jaar staat hij gewoon op het schoolplein te roken, hoor. Als je het maar vaak genoeg doet, wordt jouw geweten afgestompt en denk je dat het normaal is. Maar zo is het ook, hè, met pornografie. Iemand, een jong persoon die begint met pornografie, doet het heel stiekem, zorgt dat hij niet gesnapt wordt. Maar 2 jaar later stuurt hij gewoon een appje naar zijn vriendengroep met alles open en bloot. Je geweten wordt afgestompt door maar te blijven zondigen. Dat bedoelt God ook met een verhard hart. Je zorgt ervoor dat je hart hard wordt en ongevoelig wordt voor de dingen van God. En daarom ga je steeds door en door. De mens is echt slecht, hoor. De mens is echt slecht.
Als ik u zeg dat 150 miljard euro elk jaar besteed wordt aan kinderprostitutie. Dat betekent kinderen vanaf 2 jaar worden verhandeld om prostitutie uit te drijven met grote volwassen mannen en vrouwen. Kijk, dan leven we echt in een slechte wereld, hoor. Kijk, als ik je zeg dat WMO volgens mij, de Wereldgezondheidsorganisatie, in 2022 73 miljoen abortussen schat. 73 miljoen abortussen. Dat betekent dat binnen 1,5 jaar er evenveel kinderen gedood worden in de baarmoeder van de moeder dan de hele Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Maar de Tweede Wereldoorlog herdenken we tot op de dag van vandaag. Maar al die kinderen, jaar in, jaar uit, die worden niet herdacht. Hey, come on, man. De wereld is slecht, man. De mens is slecht. En dat geldt niet alleen voor deze zaken, maar ook gewoon bij de kinderen op school. Naar het huiswerk. Maar de reden dat we doen wat we doen is omdat er een straf, een consequentie aan verbonden zit. Als ik mijn huiswerk niet maak, als ik niet op tijd op school ben, als ik niet op tijd mijn kamer opruim, zit daar een straf aan verbonden. Maar ook als we niet door rood rijden, geen gordel aandoen, of we niet op tijd komen of op ons werk, dan brengt dat consequentie met zich mee. De enige reden waarom je precies op tijd op je werk bent, is omdat je anders problemen krijgt met je baas. Altijd precies net op tijd. Jas uit, zitten. Precies. Weet je, klokslag 8 uur, 9 uur. Hey, waarom? Je weet dat je problemen krijgt. Maar ook het niet moorden, het niet vreemd gaan, het niet stelen of roven of andere zonden. Je doet het niet omdat je van binnen een diepe afkeer tegen de zonde hebt, maar alleen omdat je bang bent om gestraft te worden. Zo zitten wij van nature in elkaar. De wet voorkomt daarom ook het kwaad. En het houdt de zonde in zekere zin tegen. Daarom zegt Martin Luther, ik quote: als ik de zonde nalaat, is dat nog geen gerechtigheid, maar een teken van ongerechtigheid. Zoals een woedende en razende leeuw aan de ketting gelegd wordt, omdat het niet tekeer gaat tegen alles wat het tegenkomt, zo bindt de wet de dolzinnige en razende mens dat hij niet al te zeer zondigt. Einde quote. De wet laat met die regels juist zien hoe egoïstisch we zijn en hoe zeer we de eeuwige straf van God verdienen door zelf, als we ons aan de wet houden, het alleen maar doen om niet gestraft te worden. Zonder de wet zouden we al die regels waar we ons nu aan houden naast ons neerleggen en doen wat we altijd al hebben willen doen. Ik hoor iemand zeggen, ja broeder, kijk, maar de wet is toch niet alleen maar hiervoor gegeven? In de wet zit ook genade. De wet heeft toch verzoening voor offers? Ja, maar broeders en zusters, dat is nou precies de context van deze brief. Kijk, als er verzoenings- en offers waren, dan was dat alleen maar een schaduw van de Heer Jezus Christus. En als je je aan de wet wil houden, dan is er geen verzoening meer in die wet, omdat Christus daar al voor is gestorven. Dus als je je aan die wet wil houden, dan moet je het perfect houden en anders ben je weg. Dat is waar het hier om gaat. Dus het offer van de Heer Jezus Christus zorgt ervoor dat je de wet perfect moet houden en dat er in de wet ook geen verzoening is, want die verzoening in de wet die wijst steeds naar Christus. Dat probeert Paulus in deze tekst aan ons door te geven. Met de komst van de Messias is de wet geëindigd. De wet is een tijdelijk verbond, zoals we dat ook in vers 19 lezen. Het is nooit een verbond geweest dat voor altijd van kracht zou zijn. Onze tekst zegt ook, het is gegeven totdat het nageslacht zou komen.
aan wie het beloofd was. En let op het woordje nageslacht. Als het goed is, staat het in uw Bijbel met hoofdletter. Nageslacht. Het is Christus zelf die daar benoemd wordt. De wet houdt dus aan totdat de Messias sterft aan het kruis en opstaat uit de dood. De wet is een soort interim verbond die nooit op hetzelfde niveau staat als het verbond van Abraham. De wet is ook een soort adjunct. Hè? Kinderen zouden dat wel weten, de adjunct-directeur. Maar het woordje adjunct betekent eigenlijk gewoon aanvullend. Hè, dus je hebt twee directeuren, die ene is directeur, die andere is adjunct. Hij vult die directeur aan. En zo vult de wet door ons de zonde te openbaren, de genade naar Christus aan. Daardoor willen wij en verlangen wij om uit dat verbond van de wet te gaan en te komen in dat verbond van Abraham, waarbij wij niets hoeven te doen. Alles is eenzijdig. God doet alles. God geeft. God sterft. God staat op uit de dood. God schenkt de Heilige Geest. Alles. Je hoeft niets te doen. God zegt alleen geloven. Daarom staat er sola fide. Geloof alleen. Christus alleen. Door dit woord alleen. Ja, door de glorie van God alleen. Het doel van de wet lezen we ook in 1 Timotheus 1 vers 8. Maar we weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor de wetteloze en opstandige, goddeloze en zondaars, onheilige en onreine, voor hen die vader en moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigden. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, daar is de wet voor. De wet is niet voor gelovigen. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, is die wet niet van voor u. Je kan ook niet geoordeeld worden. Je kan niet meer veroordeeld worden door die wet als je gelooft. Want Christus is, zoals we dat hebben gezien in het verbond van Abraham, alleen door dat verbond gegaan. En omdat jij gelooft dat God die straf die wij verdienen zich op zichzelf heeft gelegd, daarom is het geen probleem voor ons. Die wet telt niet en nooit en nooit en nooit meer. Maar wat kunnen wij als gelovigen dan wel doen met de wet? Wat hebben we aan de wet? Nou, door de wet kunnen wij de schoonheid van God zien. De wet laat ons zien hoe schoon God is. De wet laat ons zien hoe barmhartig God is. Hoe barmhartig God voor een medemens is. We zien in de wet de heiligheid van God. Waardoor we meer liefde en affectie krijgen voor een wezen dat nooit, maar dan ook nooit zondigt. En bereid is om zondaren zoals ons in zijn familie op te nemen. Dus als je Leviticus, Deuteronomium, al die mooie boeken leest, dan moet je dit in gedachten houden. Ik lees deze boeken omdat ik de schoonheid en de heiligheid van God wil zien, man. En straks ga ik met hem zijn en hij gaat mij maken zoals hij is. Ik zal voor eens en voor altijd in een land komen, in de hemel komen, in een nieuwe aarde, op een nieuwe aarde komen, waar er geen regels meer hoeven zijn. De wet is niet meer van kracht, omdat we door de liefde de wet constant zullen vervullen. Heb je wel eens gemediteerd over de hemel? Hoe de hemel eruit zal zien als er geen wetten meer zijn? En je kan doen wat je wil, maar die wil is altijd verenigbaar met de wil van God. Geweldig, man. Geweldig mooi. Paulus maakt de Joden compleet belachelijk
door aan te geven dat de wet alleen is gegeven om de macht van de zonde en de mens in de mensheid te openbaren, zodat redding van de macht van de zonde en vergeving van de zonde door onze Heer Jezus van ongekende schoonheid is. De wet is altijd ondergeschikt geweest aan de belofte. Dat zien we ook als we lezen dat de wet is gegeven door engelen in de hand van de middelaar. En met deze middelaar wordt Mozes bedoeld. Dat is vergeleken met de belofte heel anders. Bij de belofte kwam er geen engel. Bij de belofte kwam er geen middelaar. Maar bij de belofte kwam God zelf. Hij kwam zelf en vertelde het één op één aan Abraham. Alleen daarom haalt Paulus dit aan. Om te laten zien dat de wet ondergeschikt is aan de belofte. Het is te vergelijken met als je een vertegenwoordiger naar een deal stuurt of je gaat er persoonlijk naartoe. Je kan een vertegenwoordiger naar een deal sturen, maar als het een echte miljoenendeal is, als het een deal is waarvan je zegt van nee, dit is echt belangrijk, dan stuur je niet je eigen vertegenwoordiger. Dan ga je zelf. En dat zien we bij de belofte van Abraham. God is zelf naar Abraham gekomen om hem te beloven dat een ieder die gelooft op de manier zoals Abraham gezegend zal worden. En de Heilige Geest zal ontvangen om niet alleen maar bij God te blijven, maar ook een hartsgesteldheid te hebben, zodat het verlangen gaat krijgen om te doen wat God wil. En in dat proces zitten jullie. Je kan misschien nog fouten maken. Je kan soms zelfs nog zondigen. En sommige mensen zondigen heel erg. Maar als we ons vasthouden aan die belofte, I'm sorry. Maar dan kan de Satan jou niet raken. Vasthouden aan die belofte. Bekeren. Beleiden. En doorgaan. En dan zul je zien dat God steeds meer in je zult doen. Zodat je steeds meer gaat doen wat God van je wil. Dat heeft niets te maken met dat we ons heel erg heilig moeten opstellen. Heel veel moeten bidden, nachtwaken, vasten, noem maar op. Dat heeft gewoon met gehoorzaamheid te maken. Ontzag van God door de Heilige Geest te laten werken meer en meer in ons sterfelijk lichaam. Een heiligingsproces. Nou, ik ga denk ik afronden. Ja. Maar wat dit Bijbelgedeelte ons echt duidelijk wil maken, is dat de wet onderworpen is aan het verbond van Abraham. Dat de wet alleen maar is gekomen om ons te laten zien hoe slecht we zijn. De wet neemt ons als het ware gevangen. Hij neemt ons krijgsgevangen. En de enige borg die je moet betalen om vrij te komen uit die gevangenis van de wet, is het geloof in de Heer Jezus Christus. Only that. Alleen geloof, man. Je hoeft niks te doen. Hey, wie wil dat nou niet? Als ik jou 1 miljard vandaag aanbied, ja, dan, wat moet ik ervoor doen? Je hoeft niks te doen. Je hoeft het alleen aan te nemen. Er was een bekende prediker, hij had een heel duur horloge. Hij zei, wie wil het hebben? Alle mensen in de zaal zeiden nee. Nee, dat ga ik niet pakken hoor. Nee, waarschijnlijk is het niet van mij. Maar een klein kind. Misschien net zo jong als die jonge mannen daar achter. Hij stapte naar voren en hij pakte het horloge. Hij stopte het in zijn zak en Spurgeon zei, alsjeblieft. Amen. Vandaag biedt God jou opnieuw aan dat je niets hoeft te doen, maar alleen hoeft te geloven in deze geweldige Christus. En dat betekent dat je niet meer wil leven op de manier zoals je dat altijd hebt gedaan, maar je begrijpt dat deze Christus is gestorven voor die zonde die jij hebt gedaan. En jij verlangt nu naar de Heilige Geest, zodat je de kracht hebt om niet meer te hoeven zondigen. Dat biedt God je aan, ook vandaag. En als je ja zegt op dit evangelie, als je naar voren gaat, op je knieën gaat, je zonde beleidt, dan is God rechtvaardig om jou alle zonden te vergeven, mijn lieve vrienden.
Alles. Nou, hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we naar huis? Ik heb hier opgeschreven, het probleem voor de ongelovigen van vandaag is dat het zo krom denkt. Het denkt namelijk dat men vrij rechtvaardig is. Vrij goed is. En als je iemand op straat zou vragen, als je vandaag sterft, ga je dan naar de hemel of naar de hel? Dan zullen velen zeggen, ik ga naar de hemel. Ik ga naar de hemel. Ja, sowieso. Je weet zelf, zeggen ze dan. Vooral hier in Rotterdam. Maar als je vraagt waarom, dan vindt bijna iedereen zich goed genoeg om naar de hemel te gaan. Het is een duivelse gedachte om te denken dat je rechtvaardig bent door al jouw slechte daden snel te vergeten. Dat gebeurt er met de mens. Als we slecht doen, kunnen we onszelf snel over ons hart strijken. Maar als iemand anders slecht doet, dan zijn we er nog jaren mee bezig. Zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Het is de manier waarbij de duivel iedereen gevangen houdt. De reden waarom mensen steeds denken dat ze rechtvaardig genoeg zijn om naar de hemel te gaan, is een duivelse gedachte. Het is een gedachte van de wet die je nooit, maar dan ook nooit kan volbrengen. Het zit volledig in ons systeem. We doen en krijgen. We werken en ontvangen. We betalen en nemen mee. Maar recht voor God staan door goed te leven is en blijft een illusie. Maar ook denken dat onze familieleden goed bezig zijn als ze vrij aardig meedoen in de maatschappij zonder Jezus is een duivelse gedachte hoor. Ik hoor het vaak en ik betrap mezelf ook. Hoe gaat het met je zoon? Ja, hij doet het goed. Hoe gaat het met je... Hij doet het goed. Hoe gaat het met je nicht? Nee, vader, het doet het goed, maar ze hebben Jezus niet. Met al die mooie dingen die ze doen voor de maatschappij, in de maatschappij, dat brengt hun niet bij God, want het blijft een werk. Het blijft een werkverbond. Het blijft een vice versa waar ze zich niet aan kunnen tippen ten opzichte van God. Het gaat niet goed met je familieleden als ze Christus niet hebben. Het gaat niet goed met je kinderen als ze Christus niet hebben. Hé, dat is een illusie, man, als we zo denken. We moeten ons daarvan bekeren. Als je dat weet, ga op je knieën en zeg, hé, vader, heren, ik heb gezondigd. In mijn gedachten, ik heb gedacht dat deze mensen gewoon aardig goed waren. Maar als ze Christus niet hebben, gaan ze verloren. Ze gaan voor eeuwig naar de hel. De enige manier om aan te nemen is in de wereld te verkondigen dat men gevangen is door de macht van de zonde. En daardoor gebruiken wij de wet. Want als men kan zien dat men zondig is, dan kan men roepen tot de Messias die vanaf Adam beloofd is, uit de maagd Maria geboren is, aan het kruis stierf op de derde dag en op de derde dag opstond uit de dood. Het is dus gekkemanswerk om de wet te mengen met de belofte van Abraham. De gemeente van Christus moet toezien dat elke vorm van binding met de wet wordt vermeden. Hier ook. In de meeste kerken worden mannen niet besneden en zijn de voedselwetten niet van kracht. Maar het houden van tiende en de Sabbat is net zo erg, want die regels zijn ook verbonden aan het verbond van Mozes. Vele predikers staan erop dat je je tiende moet geven. Maar de reden waarom dat gedaan zou moeten worden buiten de wet van Mozes kan en wordt niet uitgelegd. De tiende moeten via de priesters naar Jeruzalem gebracht worden. Maar de priesters in het Oude Testament zijn verdwenen. Sinds de komst van Christus die priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5 vers 10. Lees maar na. Een ander iets is dat de meeste mensen denken dat als we les gaan geven over de wet en hoe je je moet gedragen, dat het steeds beter gaat.
De opkomst van gedragstherapeuten reizen de pan uit. Het leren van morele waarden zal een mens niet beter maken. Het kan een mens alleen leren hoe slecht het is als het de morele wetten overtreedt. Het aanleren van moraliteit is geen optie in het evangelie van Paulus. We zullen het probleem van seksuele zondes niet oplossen door een wet te maken tegen verkrachting. Die wetten lossen niets op. Er zijn al veel regels in kantoren om seksuele zonden tegen te gaan. De regels zijn op zichzelf helemaal niet slecht. Maar al die regels raken het hart niet. Mensen zullen zich aan de regels houden omdat ze niet in de problemen willen raken. Maar de wet zelf heeft geen kracht in zich om te gehoorzamen. Alleen het evangelie verandert ons hart, waardoor we vrij zijn en de macht hebben om nee te zeggen omwille van onze koning Jezus. Toen ik een kind was, wilde ik nooit spruitjes eten. Ik wilde het niet, ik haatte het, ik liep ervoor weg. Ik had het gehoord, ik had het volgens mij niet eens geproefd. Ik wilde het gewoon niet. Ik haatte het. En zo is het ook met Gods geboden. Gods geboden kunnen onze haat niet veranderen. Onze haat tegen God kunnen de geboden niet veranderen. We kunnen geen leven voortbrengen door regels en geboden. Dat geldt ook voor de opvoeding. We kunnen kinderen vormen door een straf te geven als ze zich niet aan regels houden. En zeker, kinderen moeten wel gevormd worden. We kunnen er vroeg voor zorgen dat ze gehoorzaam zijn en het juist doen. Maar laten we niet denken dat dat betekent dat het hart van de kinderen daardoor veranderd is. Een kind die heel aardig is en met twee woorden spreekt wat goed is, is niet hetzelfde als een kind die wedergeboren is. Tot slot. Het kan erop lijken dat de wet tegen de belofte ingaat. Maar de wet is juist als een stok die ons duwt naar de belofte. De wet is een genademiddel. Het tuchtmeester tot Christus. Het drijft ons naar Christus. Zoals een herder zijn stok gebruikt om die schapen in de goede baan te leiden. Zo wordt die wet gebruikt om mensen naar Christus te duwen. God gebruikt de wet om ons naar Christus te drijven. De wet is een spiegel om onze zonde te laten zien, zodat we gaan wanhopen en onszelf naar Christus toekeren. De wet doodt ons, maar we blijven niet in een doodstaat. Laten we de Heere prijzen dat Hij ons nieuwe hoop en een nieuw leven heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer. Tot zover. Amen.